weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 22 februari 2024. En het is nou inderdaad bijna 2 uur in de middag. Ik sta op het punt om namelijk de deur uit te gaan. Ik heb al contact met Roderick. Heb ik ook al, ja, hoe toevallig. En ik ga nu zo even naar de dierenvoedselbank. Dus de afkorting is daarvoor de DVB. Ja, is erg handig. En daarna kom ik weer thuis en dan haal ik Ro op, want Ro die wil nog graag naar de Lidl. Ja, want er is iets heel goedkoops op dit moment daar. Dus daar wil hij even vandaag hebben naartoe. Dus dat gaan we lekker doen. En de rest horen jullie straks. Dus tot zometeen. Waar zullen wij nou weer wezen? Wie kan het mij vertellen? Hieronder in de comments, ja. Ja, wie kan het mij vertellen? Jij? Mooi, dat is fijn. Zo, dat is zo hartstikke fijn. Ja, ik heb vandaag weer een goede tijd verricht. Ja, en gisteren ook al, zoals jullie kunnen zien, hard hebben kunnen zien. Ja, met meneer Angelos. Maar vandaag heb ik dus een vrouwtje geholpen, want haar bodemplaat van de auto lag er half onderuit. Dus ik heb haar eventjes geholpen en naar een veilige plek. Ik ben nog wel eens lief. Ik ben niet altijd lief, maar ik ben wel nog wel eens lief. Ja. Stamppot spuiten. 2,50. Nee. Stamppot spuiten. Hé, hallo. Stamppot spuiten. Dan voor 2,50. Dat voor 1,50. Ja, denk ik niet, hè? Nee, dat wordt hem niet. Nee. Maar oké, maakt niet uit. Nee, maar ze was dus erg blij met mijn hulp, zeg maar. Want ja. Oh, kijk, schatje kan proeven. Droger. Maar, maakt niet uit. Mogen ze weer vaker doen? Dingen neerzetten om hem te gaan proeven. Ja. Nee, maar ze was dus blij dat haar heeft geholpen. Want ja, en er zijn niet veel mensen die helpen in deze tijden meer. Nee. Echt niet. Ja. Maar en nou ben ik dus met Ro even op pad. Zometeen om 4:15 even iemand ophalen. En weer terugbrengen naar zijn eigen auto. Ja. Ja, want dat wordt nog leuk. En Rodi heeft weer een hele tas, laat zien. Binnenkant. En wat vieze zo erin. Weer heel veel leuke blikjes. Dus hoeveel wordt dit qua geld, dat gaan we zo meteen zien. Je drinken of zo? Het laatste en boeletje. Zo, 2,80 schat. Hoe doe je dat? Verzamelen. Verzamelen. Zegt hij ook nog, verzamelen. Een ander verzamelvak. Ja, precies. Ben je goed? Even goed schoonmaken, even in de wc straks. Water doorheen. Het is weer schoon. Laten we opdragen. Ja. Volgende laat ik blikjes doen. Ja, kan ook. Het is weer is. Ja, even over. Kijk of ik een nieuwe tas kan. Ja, precies dat. Krassen? Ja, wel. Ik heb gelijk. Ja, sorry. Ik zat er even niet bij met mijn hoofd. Soms wel vaker, hè, op dit moment. Ja. Eten en drinken. Ja, inderdaad. Het is wel zo eten en drinken. Ja. Ja, voor als ik vannacht thuis kom, ik slaap echt nog niet goed, zeg maar. Nee, ik slaap nog niet helemaal zoals het wezen moet, zeg maar. Nee. Echt, heel veel mensen die kijken nu om van, wat is dat? Wat de hond? Een camerera. Huh? Ja, een camera. Ja, helemaal goed. De wat? Wat is dat dan weer? Maar wat is dat? Een Cimera, wat is dat? Dat is heel wat anders. Ja, maar dat maar niet doen. Wat is dat? Dat is een mythisch wezen. Oh, echt zo. Als jullie het weten en wat dus een Cimera is,
Ja? Laat het even weten. Ja. Engels doen we op Carmen. Oh, prima. Best. Goed, helemaal goed. Ja, daar zijn we weer. Doorrijden tot het naadje natuurlijk. Dan moeten die overvallers daarin. Meneer de overvaller, wat doen wij hier? Smaar die erop. Jij denkt het is voor jou op de monte. Man, wat een wind. Voorzichtig, dat doe ik niet. Ja. Papa. Ja, hier. Ja, hier, op mijn auto. Ja, op je auto, ja. Er staat een lampje aan. Ja, hier. Ah. Ja. Starten met tanken. Pompje nummertje 5. Ik hoef niet eens over na en te denken eigenlijk nooit meer. Het is gewoon wel wat ik allemaal wat doe, wat ik moet doen. Ja, 20 ja. euro kan ik in. Aniel, je moet weer goedkoper worden. Ja, je krijgt al 1 cent korting. 2 cent, 3 cent, 4 cent, 5 cent. En zo gaan we verder. Korting tot 22, zeggen ze. Wat? Korting tot 22. Jij bent al ouder, toch? Dus jij geen korting meer. Jammer. Oh, dat is te veel. Dubbeltje korting. 1990. Nee, aftikken. Mooi, hè? Helemaal goed. Ben je blij mee? Ja, ik wel. En je mag gewoon in de auto zitten, schat. Ja, ik zit dus in de auto richting mijn werk. Ja, ik moet van tussen 7 en 8 aanwezig zijn. Nou, dat komt helemaal goed. Nog 30 minuten rijden. Maar het is grijze lucht. En daar word je niet zo vrolijk van. Dat kan ik je nu al mededelen. Echt, het is een drama op de weg. Qua regen dan. Want ze zeggen dat het heel, heel hard gaat regenen. En heel hard gaat stormen. Dus ja, we gaan het meemaken. Dus ja, we gaan het zien. Maar ik neem jullie even een klein stukje mee. Nu in hoe het eruit ziet qua weer. Dan kunnen we het zelf zo meteen gaan beoordelen. Ja, dus ik zou zeggen, kijk rustig even mee. En waarom ik dus gewoon op deze baan blijf rijden, omdat met dit weer de meest rechte baan gewoon heel slecht is. En dan omdat heel veel mensen dus aan wordt geleerd om dus aan de rechterkant te gaan rijden. Dus dan rij ik liever lekker links. Dat is even iets minder verkeer. Kan ik lekker een beetje doorrijden. Want heel veel mensen gaan op de rechtbaan alleen maar remmen, remmen, remmen. Van, oh ja, het is gevaarlijk. Hou gewoon dan lekker die afstand. En pas je snelheid ook aan. Kijk, het is nu ook wel 100. Nou, ik kan een beetje lekker doorrijden op deze baan. Ik heb ook gewoon lekker mijn ruimte. Dus, nou ja, eventjes tussen de 105 en tussen de 110. Kijk, het is dan wel 100, maar het is over een half uurtje 120. Dus dan ben ik nog netjes en dat ik dus tussen de 105 en tussen de 110 ga rijden, zeg maar. Ik rij wel, maar ik rij netjes door, zeg maar. Ik hou overal rekening mee met het overige verkeer. Dan hou ik ook wel weer wat even iets in om mijn snelheid er een beetje uit te halen. Kijk, en hier heb ik heel weinig verkeer voor mij.
Dus ga ik ook zo meteen weer een baan terug. Ga ik ook even geen gas meer geven. Want het is hier verplicht 100 te gaan rijden. Omdat je hier die invoeg- en uitvoegstrook hebt. Uitvoeg, invoeg. Dat is maar net hoe je dat wil noemen. Dit is de uit. En hier willen ze ook wel eens vaak staan op dit puntstukje hier. En nu ga ik dus weer terug. Want ik heb die auto's ook namelijk lekker invoegen. Laat ze maar lekker vrij baan hebben om me in te voegen. Zo. Ik had even aquaplanning, jongens. Leuk man. Aquaplanning. Dat en dat heb je ook wel vaak. Of en of op de meeste linkerbaan of de rechterbaan. Het is maar net hoe en hoe de weg zich... legt, zeg maar. En waar de water het meeste naartoe gaat. Maar het probleem is in Nederland, deze witte strepen, zie je gewoon zowat niet met natte regenval. Dat is gewoon dan, ja, dat is gewoon even iets minder. Maar heel vaak, heel veel plassen water liggen altijd of bij verkeerslichten, bochten, waar putten zitten en die te vol zijn. Of van deze leuke bruggen, dus wat pleur ik dan eigenlijk als het kan in het midden. Dan heb je er ook weinig last van. Als het kan, hè. Als het kan, jongens. Als het kan. Kan het niet? Kijk, dit is ook heel gevaarlijk. Maar je moet wel de ruimte hebben om een beetje iets met iets meer snelheid. 120 even iets meer in te kunnen halen. En dan nu ga ik gewoon weer lekker terug. Omdat het kan. Kijk, maar dat is fijn dit. Dus dit eigenlijk een beetje, jongens. Dit wil ik jullie even meegeven. Dus ook met slecht weer, hou rekening met elkaar. Ga niet bumper kleven. Hou ruimte. Het is nat, het is glad. Dus je glijdt door. Kijk, en kom je al... Nou, kijk, zoals nu. Ruim van tevoren ga ik al naar de andere baan. Want ik rijd toch altijd even ietsje sneller dan de gemiddelde Nederlander. Dat ben ik. Dat is Karin. Jee, hoe toevallig. Nou, kijk, en ik weet gewoon en dat ik deze in ga halen. Dus, nou, lekker van tevoren er om, gewoon er aan, naar de andere kant. Kijk, hier. Nou, en nou moet deze voor mij, dat is, ik weet niet of jullie het zagen, maar moest in de remmen, omdat die dus gewoon geen afstand hield. Ja, en dat heb je. Nou, dit was weer het advies van Karin op de weg. En dan, ja, ga ik dit waarschijnlijk wel vaker doen. Vind ik wel leuk. Advies geven hoe je ergens mee om moet gaan. Want je krijgt dit nooit op je rijles. Never, nooit. Nee. Dus, dank jullie wel. Toppie. Ik ben op locatie. Ja, inderdaad. Helemaal top. Geweldig. En nou ja, jullie zien mij vannacht wel weer. Dus ik zou zeggen, tot straks. Inmiddels is het alweer 3:30 bijna, ja, in de nacht. En moet je luisteren. Die vogeltjes. Nou, heerlijk toch? En nou loop ik dus nu naar mijn auto. Heerlijk. En dan ga ik lekker naar huis rijden. Ja. En dan ga ik daar lekker slapen, denk ik. Dus ja, heerlijk. Het is nou lekker droog, alleen het waait een beetje. Maar wel ja, hè. Ja. Dus dat. Wel ja. Ik vind het helemaal geweldig. Ik vind het helemaal goed. Ja, helemaal geweldig.
Toppie top. Ja. Daar is ik alleen draait een beetje. Ja, en ik ben zomers gekleed. Maar ik heb het gewoon warm. Ik heb het echt warm. Ik ben gewoon blij dat ik even buiten loop. Heerlijk. Zalig. Nou, jullie zien mij zo meteen in de auto. Wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk even zo'n leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken.